statenverkiezingen? Ja. Wat wilt u vragen? Heeft u al gestemd vandaag? Nou, sterker nog, ik zit achter het stembureau en ik heb dus ook al gestemd. Oké. En wat verwacht u van de verkiezingen? Nou, als ik de eerste 2 uur bekijk van mijn stembureau, dan is de opkomst zeer laag. En denkt u dat dat vandaag nog meer gaat worden? Ja, want we hebben het weer mee. Mm-hmm. En de wereld ziet er positief uit wat mij betreft. Dus volgens mij moeten we gewoon allemaal gaan stemmen. En u heeft zelf al gestemd. Maar wat is wat u betreft het eerste dat moet veranderen na de verkiezingen? Dat is een hele goede vraag. Er zijn er zoveel. Hè? Mm-hmm. Ik zou zeggen, laten wij vooral wat meer transparanter zijn. Dus zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Dat lijkt mij een hele mooie slogan voor de politiek. Ja. En is er in Groningen ook een bepaald thema waar u echt in geïnteresseerd bent? Zeg maar het Groningen Forum of de vastvindingen? Zoveel. En wat me met name heel erg interesseert, dat is toch wel de werkgelegenheid. Mm-hmm. Dat is toch wel een probleem, maar ik zie ook daarin wel wat positieve ontwikkelingen. En denkt u dat we daar in de komende periode, dat de politieke partij daar echt iets aan kunt gaan doen? Dat denk ik wel. Maar het vergt ook heel veel van het individu. Hè? Zoals je weet zitten we in de participatiesamenleving. Mm-hmm. We zien ook een stukje verandering van het individu. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook weer een nieuwe itemvraag van de mens zelf. Hè? Want als je blijft zitten, dan gebeurt er niks. Dus je moet zelf ook echt proactief zijn, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En welke partij denkt u dat daar het meeste invloed op kan hebben? Vindt u het goed dat ik daar geen uitspraak over doe? Dat mag. Maar denkt u als u over een jaar of over 2 jaar weer kijkt en er is nog niet veel veranderd, gaat u dan de volgende keer ook weer stemmen? Ik stem al mijn hele leven vanaf mijn 18e. Ik ben nu bijna 58. En ik hadden we vanochtend nog een leuke discussie over. Het is een geweldig recht. Dus ik zou ook iedereen willen oproepen vandaag ook. Het is een prachtige gelegenheid. Ga alsjeblieft gewoon stemmen. Heeft u al gestemd vandaag? Nee, ik heb nog niet gestemd. Niet? Bent u dat nog van plan? Ja, ik ga vanmiddag stemmen in mijn dorp. In uw eigen dorp? Ja. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Zwagersteinde, Friesland. Zwagersteinde. Dus u gaat voor de Provinciale Staten van Friesland, gaat u stemmen? Ja, correct. Ga ik doen. En wat verwacht u van de verkiezingen? Wat is het eerste dat u wilt dat gaat veranderen? Ja, het is de provinciale en het is waterschap. Dus ja, waterschap heeft natuurlijk zelf heel weinig invloed op. En provinciaal is natuurlijk wel belangrijk. Die stemmen daar natuurlijk ook weer voor de Eerste Kamer. Dus ja, maar ja, het is, als je de debatten leest, jongen, het zit dicht bij elkaar en ook tegelijk weer ver af van elkaar. Dus het is heel moeilijk om daar toch je keuze in te maken. Ik denk dat heel veel mensen hun oude partij laten vallen en een andere weg kiezen. Wel allerlei veranderingen die in de laatste jaren natuurlijk wel moest gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment houden we het een keer op. We hebben nog steeds 650.000 werklozen, om maar een voorbeeld te noemen. PGB Nederland, mensen krijgen geen geld betaald voor de zorg die ze verlenen. Dus dat zijn eigenlijk dingen die gewoon niet oké zijn. Ja, wel inherent aan de keuze van dit kabinet. Mm-hmm. Dus ik denk dat mensen terdege wel een andere keuze gaan maken. Dat denk ik. Dus dat best wel een verschuiving gaat plaatsvinden. En de debatten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, hebben die nog invloed gehad op je stemkeuze? Nou, niet op mij. Nee, misschien voor de zwevende kiezer die nog alsnog even wat laatste dingen wil horen. Maar ja, het is allemaal verkiezingsretoriek. Mm-hmm. Nou, als je echt een beetje verdiept in de landelijke politiek, dan weet je ongeveer wel waar je op moet stemmen, denk ik. Mm-hmm. Maar is het echt verdiept in de landelijke politiek of ook in de provinciale politiek van Friesland? Nou, provinciale politiek is moeilijk, daar heb je niet meteen zicht op. Het meeste wat in het oog springt is natuurlijk meestal de landelijke politiek. Dat krijgt de meeste aandacht ook in de media. Dus dat volg je eigenlijk het meest. En provinciaal, ja, je weet er wel wat van, maar niet genoeg, denk ik. Maar wel een must dat je daar een goede keuze maakt, denk ik ook. Mm-hmm. En gaat u ook stemmen voor de waterschappen? Ja, ga ik ook voor stemmen. En wilt u ook verklappen waarop u gaat stemmen? Nou, dat weet ik nog niet eigenlijk. Ik heb die lijsttrekkers heb ik gezien vorige week in een debatje ook van Provinciale Staten, met name ook de waterschapsmensen. Nou, daar kwamen hele zinnige dingen uit, dus ik kies natuurlijk uiteraard iemand voor Friesland, dus daar kom ik vandaan. Mm-hmm. Dus daar ga ik ook doen. Dus tweemalig, provinciaal en de waterschapsverkiezing. En stel je ervoor dat over een jaar of over 2 jaar blijkt dat er nog niks veranderd is, gaat u dan de volgende keer ook weer stemmen? Ja, ik denk dat geen stem is een verloren stem. De stemmen gaan dan naar de grootste partij. Dus ik denk als je mede invloed wil hebben als Nederlander en als kiezer, dan moet je gewoon gaan stemmen. 100%. Dus als je dat niet doet, dan geef je je stem aan de grootste partij, dan heb je ook geen medezeggenschap, denk ik. Oké, mag wel. Heel kort even. Ik moet zo meteen wel halen. Okay. Heb je al gestemd vandaag? Nee, nog niet. Ga vanavond doen. Oké. En wat verwacht je van de verkiezingen?
ik zou het echt niet weten. Om eerlijk te zijn moet ik thuis nog op mijn computer nog even een test doen waar ik op ga stemmen. Ik heb zelf nog geen idee. En wat is het eerste wat je wilt dat gaat veranderen na de verkiezingen? Nou, bij ons in het dorp, Sint-Drenthe dan, daar hebben ze nu overal op de bushalte zeg maar, van die zakjes dat die haltes misschien weggaan. En ik hoop dat dat niet gebeurt, want ja, iedere dag naar Groningen op en neer. Dus dat is voor mij heel erg belangrijk. En verder heb ik niet echt, ik heb me niet echt in verdiept om eerlijk te zijn. Oké, en denk je dat, dat het nut heeft om te gaan stemmen? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je je in verdiept en wat je zelf ook belangrijk vindt, dat het wel nut heeft. Dat iedereen gewoon zijn stem uitbrengt. Oké, en als je over een jaar of over 2 jaar weer kijkt en je ziet van er is nog niet veel veranderd, ga je dan bij de volgende provinciale statenverkiezingen ook weer stemmen? Ja, ik denk het wel. Dat zou ik eigenlijk niet weten, maar ik denk het wel. Oké. Goedemorgen mevrouw. Zouden we u een paar vragen mogen stellen over de provinciale statenverkiezingen? Oké, dank u wel. Heeft u al gestemd vandaag? Nou nee, ik kom uit Leeuwarden en daar dacht ik op station te stemmen, maar dat moest ergens anders. Okay. Dus ik heb nog niet gedaan, maar ik doe het op de terugreis. En wat verwacht u van de verkiezingen uit? Nou, niet zo heel veel eerlijk gezegd. Denkt u dat het zin heeft om te stemmen? Ja, zeker. Het is je recht. Dus ik ga wel stemmen. Maar of het veel oplevert, dat weet ik niet. Okay. En wat is het eerste dat u wilt dat gaat veranderen na de verkiezingen? Nou, dat zou ik even niet weten. Of er veel moet veranderen. En als er na 1 of 2 jaar, als er nog niet veel veranderd is, gaat u dan de volgende keer ook weer stemmen? Ja, ik ga altijd stemmen. Ja. Ook als er nog niks verandert? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is je recht, dus je moet. Anders kun je ook niet mopperen. Mm-hmm. Als er niks, als je niet stemt, okay. Heb je niks te mopperen. Toch? Goed. Oké. Okay.